Hoekschop richting de tweede paal van Breij. Daar weggehaald door Spierings. Deze bal valt goed. En dat is een doelpunt via de binnenkant van de paal. Daar is hij weer. Milan Smit en Cambuur vroeg op voorsprong. Volgende mogelijkheid wellicht. Moeizame redding hier van Bukker op het schot van Remco Balk. Hier gaat Smit op weg naar zijn tweede. Smit. Oh, hij tilt hem over. Roda kan weer in de aanval via Bijleveld. Bijleveld kan er doorheen. Goed gevoetbald. Bijleveld zelf, overtreding, strafschop. Een penalty voor Roda. Bijleveld neemt het initiatief. Combineert met Schmid. Is er doorheen. Dan lijkt er toch niet zo heel veel contact te zijn. Hoe dan ook. De bal gaat op de stip. Walid Ulcik achter de bal. Voor de gelijkmaker. En het is ook gelijk. Al heeft Van Os de bal bijna te pakken. Ook deze bal gaat uiteindelijk via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Kooistra. Dat is erg slordig. In de voeten bij Zo Penjatzauner. Het begin was goed van Cambuur, maar de laatste 10 minuten wordt het toch echt gedomineerd door de ploeg uit Kerkrade. Vrije trap Ulcik. Oh, daar zit hij er al bijna weer in. Congolo schrikt ervan en dat is maar goed ook voor Cambuur. De tweede helft is lang zo leuk niet als de eerste. Van Kaam. Dat is uitstekend. Breij. Veldman komt. Voorzet van Breij en daar bijna binnen geknikt door Balk notabene met het hoofd. Heeft Roda nog iets over voor de slotfase? Is hier de winnende goal in de maak? Het is in ieder geval een dikke kans voor Uaisa. Het eindigt tussen Cambuur en Roda JC op zondagmiddag in 1-1. Hele leuke eerste helft gezien. De tweede helft viel wat tegen. En soms moet je tevreden zijn met een punt als er niet meer in zit dan dat.